Ja, van Suriname naar Curaçao. Afgelopen week viel daar heel veel regen met enorme modderstromen als gevolg. Vooral Bonda Bau, het westelijk deel van het eiland, kreeg te maken met wateroverlast. Niet voor het eerst de afgelopen jaren. De roep om een verbetering van het verouderde waterdamsysteem wordt al maar groter. Tegelijkertijd zijn de bewoners van het gebied ook boos omdat de hulpverlening nauwelijks op gang kwam. Dit is het moment dat je denkt van, oh ja, oh, dit is erg. Vooral mijn buren hebben wateroverlast gehad. En de buren aan de andere kant. En bijna het hele straat. Je was ook boos, hè? Ja, ik was boos. Want het leek bijna that people didn't care about Bonda Bau. We hebben geen hulp gehad. Ja, we stonden echt alleen voor. En ik had het gevoel dat mensen dachten dat alleen bij Hoffimango heel veel was gebeurd. Bij een dinospark. Bij een dinospark. En ik heb zoiets van, er zijn een heleboel families die nu hulp nodig hebben. Maar die kwam dus niet op gang. Wat wel op gang kwam, was een brede discussie over het voorkomen van deze ramp. Werkt het systeem van dammen en waterafvoer, de zogenaamde rooien, eigenlijk wel? Het is best een kwetsbaar systeem. Het zijn vaak oude dammen, historisch oude dammen. Volgens mij zien we dat de onderhoud echt noodzakelijk is op bepaalde gebieden, op bepaalde dammen. Die een kritieke functie hebben in die zin. En dat moet ook echt, laat het afgelopen weekend wel zien, moet het wel serieus genomen worden. En daar kunnen nog wel stappen in gezet worden. En welke stappen bedoel je dan? Historisch werd er niet gebouwd in de rooi, maar naast de rooi. Die gedachte moeten we eigenlijk weer gaan implementeren in onze ruimtelijke planning. Water volgt zijn weg. De overstromingen van afgelopen week laten zien hoe drastisch de strijd tegen water is veranderd. Waar de focus ooit lag op het verzamelen van genoeg drinkwater om te overleven, staat Curaçao nu voor een geheel nieuwe uitdaging. Zorgen dat het water een juiste weg vindt naar de zee. Een weg die geen overlast geeft en die huis en haard laat staan. De vraag is nu niet of, maar wanneer deze stappen daadwerkelijk worden gezet. Met elke overstroming, en dat waren er nogal wat de afgelopen 20 jaar, groeit de urgentie voor actie.